Dan moet je durven. Want soms denk je ook van, dit is al goed, er mag niemand meer aankomen. Quarter past. Waarom heb je zeg maar de plaats zo genoemd? Dat is allereerst, we hadden een wedstrijd uitgeschreven voor mensen om de bandnaam te verzinnen. Uiteindelijk hebben we die zelf verzonnen. Maar iemand... ja. Maar waarom schrijf je dan een wedstrijd uit? Ja, we dachten, ja, alle goede namen zijn al bezet. We verzinnen er nooit één. Okay. Maar er was er toch nog eentje. Dus ja. Maar dat, een van die inzendingen was Quarter Past. En die had daar zo'n mooie uitleg bij gedaan. Het verleden en heden komt samen. Tot iets nieuws wordt dat gesmeed. En Quarter Past geeft tijd aan. En dat komt heel vaak voor in teksten van After Forever en Epica. En ik dacht, verrek, die man heeft er goed over nagedacht. Daar zit wat in. Ik dacht, laten we die man gewoon winnen, die wedstrijd. Heeft hij wel niet de bandnaam verzonnen, maar wel de albumtitel. En die uitdaging was zo mooi, dat konden we niet laten schieten. En zo is eigenlijk met deze CD alles een beetje samengekomen op het juiste moment, zich aangediend. Ja, het is ook allemaal heel snel gegaan. Alles kwam op het juiste moment, soms letterlijk aanwaaien. En ja, dan moet je niet te lang bij stilstaan waarom. Maar gewoon de kansen grijpen die je hebt. Dus die Quarter Past, die naam, dat was gewoon ideaal voor deze plaat. Wat ga je doen samen met Epica? Epica, ben je al bezig met nieuw werk? Ja, ook al inmiddels 14 tracks, zo goed als af. Ja. Waar haal je de inspiratie vandaan? Ja, juist door deze plaat van Mayen is die inspiratie weer gaan borrelen voor Epica-nummers. Want na die Design Universe plaat, toen had ik het even helemaal gehad. Ik moest niet aan denken om een nieuwe Epica plaat te gaan beginnen. En daardoor was het zo lekker om iets compleet anders te doen. Even vol gas en niet nadenken, maar gaan. En toen deze plaat opgenomen was, toen voelde ik opeens weer de behoefte om Epica werk te gaan maken. Omschrijf die behoefte eens, zeg maar. Die behoefte van het maken van Epica werk. Wat voor behoefte is dat? Dat moet je echt zien als een innerlijke drang om melodieuze muziek te maken. En alles wat melodieus is en niet te hard, daar kan ik alles mee binnen Epica. Dus af en toe voegen we ook wat nieuwe elementen toe. En daar had ik dus na Design Universe geen zin in, omdat Design Universe zag ik echt als het maximaal haalbare. Ik dacht, wat er nu ook gaat gebeuren, het wordt slechter dan Design Universe. En daarom, toen Mayen opgenomen was en dat ik daar alles in had kunnen stoppen, wat ik op dat moment wel zin in had. Toen dat opgenomen was, toen pas voor het eerst voelde ik, we kunnen wel een plaat maken met Epica die beter is dan Design Universe. Want ik had ook door Mayen, door andere manieren van werken, weer ideeën opgedaan hoe ik weer wat nieuws zou kunnen doen. Noem eens één idee. En nou, bijvoorbeeld met Mayen zijn we met Jacques, Frank en ik samen gaan zitten in één ruimte. Om die muziek te schrijven. Zo had ik al geen jaren meer gewerkt. Sinds After Forever eigenlijk bijna niet meer. Ja, het begin van Epica ook nog. Maar bij After Forever was altijd op het laatst zo frustrerend. Iedereen was zijn eigen ideeën een beetje te verdedigen. En er was niet echt, niemand was open-minded. Maar nu, jaren later, wijzer, dacht gewoon eens opnieuw proberen. En nu bleek het dus wel te werken. Ja, met After Forever werkte het uiteindelijk ook. Alleen het duurde veel langer voordat je tot een goed nummer kwam. En nu werkte dat zo verfrissend dat ik die werkwijze ook nu wil toepassen bij Epica. Die nummers die nu klaar zijn om even samen te zitten en echt die nummers nog eens flink onder handen te nemen en stukken eruit te gooien, nieuwe dingen proberen. Dan moet je durven, want soms denk je ook van, dit is al goed, er mag niemand meer aankomen. Maar juist als je daar dingen nog op de schop gaat gooien, kun je jezelf verrassen en iets nog veel beters van de plaats krijgen.